Voilà, Stijn Goedstammers, daar staat hij. Achter de finish van het WK Ironman van Hawaii. Ik ga even draaien en dan zie je waar die vandaan komt. Daar ligt ergens daarachter de finish. Je hebt het gedaan. Je lijkt me niet helemaal content, maar je hebt het wel gedaan. Nee, ja, dat wel. Maar er is echt enorm veel fout gelopen. En op zo'n dag moet eigenlijk alles meezitten. En het begon eigenlijk al vanaf de zwemstart, bij de opwarming. Ik sprong in het water. Ik heb hier eigenlijk nog geen dolfijnen of schildpadden gezien, maar ik voelde ineens een jellyfish. Allee, echt alles begon keihard te pikken. En ik dacht van, wat is dat hier? En echt... Oh ja, en op je armen ook. Helemaal, gewoon hier echt helemaal te pikken. En ik dacht van, dat begint al niet goed. Maar ik heb dan geprobeerd van mijn eigen wat te focussen. En de zwemstart was ook direct vol een bak gevecht. En verschoot eigenlijk van dat ik nog vrij goed uit het water kwam. Maar dan op de fiets, er werd echt direct vol een bak doorgereden. En het was een beetje gokken van, met wie ga ik mee, met wie... Wie laat ik rijden? Ik heb eigenlijk best wel goede benen, maar dat ik met mijn vermogensmeter keek, dan wist ik dat ik dat gewoon niet ging kunnen volhouden. Dus, Want je zat op een gegeven moment bij Lionel Sanders. Ja. Ik heb echt zo constant mensen moeten laten rijden en dan weer, zou ik volgen of zou ik proberen aan te pikken. Cameron Urf was ook zo iemand, maar dan het een beetje omhoog ging, zag ik van 380 watt of zo. En dan weet je gewoon dat ik echt keiveel energie aan het verbruiken ben. Het was tactisch ook heel moeilijk. En dan ook superveel drinkenbussen verloren en gelletjes. Dat is allemaal wel... als je het allemaal optelt, dan denk ik dat er iets meer in had gezeten. Maar ja, goed. Je begon in de buurt van Pieter Hemerijk. Ik heb Wurf tegengekomen, met Lionel Sanders. Een stukje... Wat denk je dan als je bij die mannen zit? Ja, en dan ook, ik zag Gustav nog achter mij komen met fietsen. Dus ik dacht van, ik zit hier nog wel goed, dus hij probeerde te volgen. Maar het veld werd echt direct uit elkaar getrokken. Ik heb eigenlijk echt grote stukken alleen gefietst. En op het einde heb ik nog wel een deeltje met Michael Weiss samen kunnen rijden. Dat was er weer wel even een opsteker. En dan dacht ik van, we kunnen er nog een paar oprapen. Maar ik had eigenlijk echt totaal geen idee van welke plaats ik reed. Want ik denk dat je zo'n 40ste van de fiets bent gekomen en dan maar 26 in de marathon. Ja, ik ben echt geprobeerd de eerste 10 kilometer. Ik wist dat het echt een hele lange dag nog ging worden. En ik dacht van, houd je nog kalm tot Energy Lab en zie dan wie je nog allemaal kunt oprapen. Maar ik had al zoveel gedronken en in Energy Lab ben ik echt naar het toilet gemoeten zelfs. Een beetje het Christian Bloemenveld verhaal van een tijdje geleden. Ja, dat was in Energy Lab. Iedereen, heel het veld lag door elkaar. Dat was echt heel speciaal. Echt mannen die ik dacht van, amai, wat doen die hier? Echt, er waren er die echt kapot ontgaan waren. Er waren echt nog super sterk liepen en het was echt wel wat... Dat is misschien uw sterkte geweest, hè? Van slimme race te doen. Want er zijn er heel veel die zich opgeblazen hebben, die compleet door de hitte bevangen waren. Het was ook onvoorstelbaar snel. Hè? Dit is een brutale editie geweest, hè? Ik weet nog niet wat Patrick Langen heeft gedaan van de eindtijd. De eindtijd moet ik eens nog eens checken, maar dat zit zoiets boven de 7 uur 30. Er zijn 16 man onder de 8 gegaan vandaag. Ja, 16. Dat is waanzinnig snel. Ja. En jij zit ook maar eigenlijk vlak boven de 8 uur. Dat is, ik denk tot Energy Lab had er echt nog wel een goede tijd in gezeten, maar daar heb ik op... voelde ik dat ik echt stilkens aan leeg aan het geraken was en al die gelletjes dat ik verloren was en drinkenbussen en... Ja, op een duur bekopte dat toch. Dus, Stijn Goedstammers, ik kan u vertellen, in zo'n 27 jaar triathlon, net boven de 8 uur, dat is een goede tijd. Ja, dat is geen slechte tijd. Vroeger was er nog geen sprake van, maar het gaat dat tegenwoordig supersnel. Dus, het was een ervaring en we weten waar we moeten werken, denk ik. Ja, dat is een goede motivatie dan om je terug te kwalificeren en terug te komen en dan van de foutjes te leren. Ik hoop dat er ook nog van gaat komen, Dus hopelijk binnen 2 jaar. Ja. Nog een laatste vraagje. Zijn er stukken op het parcours dat je aan Mark gedacht hebt? Palani Road, dat was echt zo'n stukje dat ik dacht van... dat had ik eigenlijk niet zo aankomen, dat ook zo zwaar was, dat je begon te lopen. Dan dacht ik van, als je dat met een rolstoel moet doen, chapeau. Ja. Knap dat je dat kunt. knap dat jij dit ook gedaan hebt. Ga er toch een beetje van genieten. We moeten dat misschien morgen vragen van dat je dan toch een beetje kan genieten van deze race. Maar je bent gefinished in Hawaii op het WK Ironman. Proficiat. Dat was het eerste doel toch, Voilà, goed. Bier en friet aan mij. Dank u.